En dan zie ik vanzelf wat eruit komt. Welkom in mijn edit-annexe Rommelhok. Zijn er daar een filmpje te kijken van Justin Timberlake en Michael Jackson? Dat filmpje op YouTube is in 1 week 7 miljoen keer bekeken. Ik heb 1 brandende vraag. En die is gebaseerd op dat filmpje. De officiële clip van Love Never Felt So Good. Hoe zou Michael Jackson anno 2014 hebben gedanst op zijn nieuwe cd, op zijn nieuwe muziek? Dat wil ik weten, maar waar haal je dat antwoord? Na wat rondbellen komen we uit bij 3 jonge professionals van de Fondus Dansacademie in Tilburg. Bram, Milan en de Griekse V. Maar ik denk dat eigenlijk weinig zou zijn veranderd met hoe hij al hiervoor ooit gedanst heeft. Hoort dat naast zijn ballen grijpen er nog steeds in, anno 2014? Ik denk van wel. Dat is een signature move. Daar staat hij onbekend. Dus dat mag altijd terugkomen. Waarom niet? Ja. En ik denk niet dat hij heel snel zou gaan veranderen en daarvan af zou gaan wijken. Created his own vocabulary and he would stick to this. Maybe find 1 or 2 different styles and put them around his style. But I don't think it would be different. It would be kind of the same. In grote lijnen zijn de dansprofessionals het eens. Jackson zou zijn perfectie opnieuw hebben geëtaleerd zonder al te veel vernieuwingen. Voor de 19-jarige dansstudent Bram van der Locht is Jackson zelfs het voorbeeld. En ja, toen heb ik inderdaad ook echt in de kamer gewoon met computer echt video's naar video's gaan kijken en nadoen en alles. Dus inderdaad, zo is het wel weer begonnen ook voor mij het dansen via hem deels. Ze zijn allemaal tussen de 20 en de 25 jaar, hebben geen last van... Ah! En krijgen van mij de vraag voorgelegd: Michael Jackson, de King of Pop, hoe zou hij gedanst hebben op zijn nieuwste single? Dat wordt nadenken, je verplaatsen in de King of Pop, improviseren en samenwerken. En dan zijn ze eruit. Love Never Felt So Good, volgens Bram, Milan en V. So good.